Woordenboekenuitgever Van Dalen heeft 10 woorden bekendgemaakt die gaan strijden voor het woord van het jaar. U kunt denken aan jihadganger, ebola, loemen, tinderen, misschien wel persieing. Wij vroegen daarom enkele inwoners van 's-Hertogenbosch wat voor hun nou het woord van het jaar is. Mijn god, nog aan toe. Dan vraag je wat. Doe maar terugpinnen. En waarom dan? Nou, dat is voor mij het meest makkelijk te begrijpen. De andere vind ik ook hier daar wat negatief qua lading. Nou, ik heb daar niet zoveel mee met die woorden die jij opnoemt nu. Nee. Kent u ze wel? Ja, absoluut, ja. Loemen en tinderen? Loemen en tinderen, dat zegt mij niks, nee. Juichpak. Dat ik het gewoon stom vind. Ebola, omdat ik het wel echt heel erg vind wat er is gebeurd. En dat die mensen daar eigenlijk ook veel aan lijden en we er niet zoveel aan kunnen doen. Ebola. Ebola. En waarom? Ja, ik vind dat zo'n ramp. Ik vind dat echt, dat knalt eruit als het ware. Stroopwafelpiet. Waarom? Omdat ik dat gezeik over die zwarte pieten echt meer dan genoeg ben. Ik zou gewoon Zwarte Piet zeggen. Stroopwafelpiet, dat vindt u niks? Nee. Ik vind dat ze gewoon voor de kinderen en ik vind dat ook dat ze zo moet laten. En wat zou voor jullie het woord van Den Bosch zijn? Bossenbol. De Bossenbol.